Nou, dit is het eerste PSC kunstfilmpje dat ik maak. Want we moeten het natuurlijk dus thuis doen voor corona. En nou, ik ben net naar de gamma geweest en ik heb plexiglas gehaald. Want dat heb ik nodig. En het was een hele worsteling, want de juiste formaat konden we niet vinden. Dus, maar dan moeten we het bijsnijden, maar hoe moeten we het dan bijsnijden? En ik bleef steeds spelen met verhoudingen. En uiteindelijk ben ik maar gaan van, oké, ik paal deze plaat van 50 bij 100 centimeter. Die snijden we gewoon in drieën en dan is het goed. Dan houdt het niet meer de proporties aan die ik oorspronkelijk van plan was. Maar zo kunnen we wel verder. Nou, nu moet ik dus gaan proberen die platen te snijden. En het wordt een hele... heel avontuur, laten we het zo zeggen. Nou, dat was een zeer interessante onderneming. Ik moest hem twee keer breken. De eerste keer ging het fout, omdat ik hem zonder begeleiding van een ander voorwerp probeerde te breken. En daardoor brak hij schuin. Dus het begin ging goed en daarna woep. Zoals je hier kunt zien, is de houding met de andere zit er best een gat tussen, dat is het schuine deel. Ik ben nog even over het nadenken wat ik nu ga doen. Ik kan een nieuwe plaat gaan halen. Dat kan. Tegelijkertijd is mijn onderwerp natuurlijk ook wel psychische pijn. Dus misschien kan ik iets spelen met dat dit er deel van is. Of dat het erbij hoort. Fake it till you make it. Nou, daar denk ik nog even over na. Nou, ik ben klaar met het schuren van de platen. Het was zeer interessant. Die plaat waar er allemaal zomaar nog stukjes aan zaten, doordat het afgebroken was, duurde wel verreweg het allerlangste. Ik denk dat ik er iets langer over gedaan heb dan de vorige twee bij elkaar opgeteld. Terwijl ik aan het schuren was, had ik wel zoiets van, ik wil toch wel deze plaat houden. Ik wil geen extra plaat halen om het opnieuw te proberen. Want het is milieuvervuilend en het kost geld en het is onnodig extra werk. En misschien kan ik nog wat doen met de stukjes. Misschien kan ik ze rood verven. Dat ik er iets mee speel met het idee dat er iets van bloed is in het originele stuk. Dus daar moet ik even mee rondspelen. Kijken wat ik ervan vind. En over nadenken. Nou, ik denk dat dat alles is wat ik vandaag ga doen. En ja, tot morgen.